Kijk, hier word ik nou vrolijk van. Eten. Als ik eten zie, word ik sowieso al blij. Als ik het ruik, nou, dan word ik bijna gelukkig. Ik zie het totale plaatje. Ik ben voorzien van alles. Mijn bestek laat zien dat ik nog meer gangen krijg. Het wordt gewoon één groot feest. Een lekker wijntje erbij. Watertje. Nou, mijn avond kan niet meer stuk. Ik pak mijn vork en mijn mes en ik weet precies wat ik ga doen. Maar wat nou? Als ik niet meer weet wat ik met dit plaatje moet doen. Wat nou als ik niet zie wat het plaatje is, wat er hier voor me staat. Ik woon in een verpleeghuis, er zitten meerdere mensen aan de tafel. Die hebben ook een plaatje. Ze bewegen. Ik kijk. Ik doe ook maar wat. En dan hoor ik een stem. Ik begrijp eigenlijk niet zo goed wat ze bedoelt. Weer die stem. Iedereen kijkt. Ik voel me wel klein worden. Er is wat. Ik denk dat ik het maar... eigenlijk kan ik helemaal niet denken. Hallo, ik ben Sonja. Zoals u net eerder in het filmpje heeft gezien, kan eten, wat juist een groot festijn moet zijn, voor sommige mensen bijna kwetsend zijn. Het is, je confronteert ze met falen, eigenwaarde daalt, je ziet mensen weglopen van de tafel, erover nagedacht. En op een goede dag was ik haché aan het maken en het avondeten, dus ja, het vlees moet natuurlijk lang braden. En ik stond voor het middageten pannenkoeken te bakken. En toen kreeg ik ineens het idee om de haché en de aardappels en de rode kool die we bij de haché serveren in de pannenkoek te gooien. Ik heb er nog wat appelmoes bij gedaan. En ik heb daar een mix van gemaakt, nog een ei erdoor gedaan. En in kleine hapjes gebakken. Tot mijn grote verrassing waren ze heerlijk. En natuurlijk niet alleen ik vond dat. Bewoners genoten ervan. En niet alleen de bewoners, maar ook de collega's. Die kwamen graag even zo'n hapje proeven. Inmiddels hebben collega's het mee naar huis genomen. Kinderen die niet willen eten, daar worden ze ook voor gebakken. We hebben alle groenten, alle soorten recepten geprobeerd. Het is allemaal even lekker. Zelfs de vis met worteltjes. Behalve de tuinbonen. Tuinboon is groot, wat grof, wat melig. Is niet lekker. Vandaag hebben we hutspot op het programma. Ik kan koken, maar ik heb natuurlijk ook wat voorbereid. Dat is hier. Mensen met gezonde hersenen vinden daar natuurlijk wat van, want ja, zeggen zien eten is doen eten. Maar ja, als je het nou niet meer ziet, dan is het natuurlijk wel lastig. En je kan het
dingen in verplaatsen. En dan weten we dat mensen met gezonde hersenen dat wel kunnen. Ja, dan moeten we onze eigen waarden en normen laten varen. En gewoon kiezen voor het welzijn van de mensen met een beschadigde hersen. Dit zijn dan de koekjes van de bonenschotel. Wil u zo'n koekje proeven? Heel lekker. Is die lekker? Ja. Die bakt de koekjes altijd. Zo, ja. Vandaag eten we hutspot, aardappeltjes en gehaktbal. Er is ook nog zoiets als fingerfood. Dat is ook geprobeerd, maar het lastige van fingerfood is dat... Op zich ziet het er natuurlijk veel waardiger uit, veel meer te herkennen als voeding. Door te observeren zie je dat mensen, dan pakken ze wel de wortel, nemen een hap, maar spugen hem vervolgens weer uit. Dus dan leg ik de link van ja, dat moet hem dan in die bite zitten. Dat consistentie, ja, dat zit, dat proeft, dat is gewoon niet prettig in je mond. Dus vandaar dat ik verder moest gaan denken om die mensen toch nog te kunnen laten genieten van het warme eten. Ze eten nu gewoon met de groep mee, alleen in een hele andere vorm en op een hele andere manier wordt het aangeboden. Dus we hebben Hutspot. Nou, Hutspot die kookt. Kaas, een stukje fruit van het een of het ander tussendoor. En dan heb je de maaltijdkoekjes. Wat goed. Is die zeet ook? Nee. Dankjewel. Proef hem maar eens. Nou. Ik ben zo benieuwd naar uw mening. Ja, dat proef ik wel. Aan die pitjes. Hutspot. Ja, dat is lekker. Het zijn aardappels met gehaktbal en hutspot. Ja, dat is lekker. Heel leuk. Kan je de maaltijd eten? Ja. Nou, heerlijk. Van de koekjes. Mooi verhaal, mooi resultaat, weinig extra werk, weinig kosten, veel genot, eigenwaarde die vergroot wordt, welzijn wat vergroot wordt. Eten, voeding is natuurlijk sowieso heel belangrijk. Wat ik hoop is dat mensen er wat in zien. Het is een kleine moeite, koken moet je toch, het is alleen even nog wat beslag er doorheen doen en wat bakken. Dat is het enigste wat je hoeft te doen. Dus ga allemaal bakken. Sonja bakt, u bakt, alsjeblieft.